Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolken over Nederland, met name over het zuidwesten. En die wolken die trekken ook die richting uit en dat betekent dat het van het noordoosten uit nog even opklaart en dat de zon toch wel weer flink gaat schijnen. Maar er blijven wel wat wolkenvelden over, vanochtend temperaturen van een graad of 4 en vanmiddag loopt het kwik verderop. Dan halen we uiteindelijk maximum temperaturen van zo'n 9 à 10 graden. Met geregeld zon in het midden en zuiden van het land, ook wel wat bewolking, en de wolken worden van het noordoosten uit geleidelijk aan ook steeds dikker. Er staat een stevige wind uit het noordoosten die het voor het gevoel kouder maakt. Vanavond breiden de wolken zich langzaam verder af uit en koelt het af naar een graad of vijf. Dan gaan we naar morgen en dan zien we toch tamelijk veel bewolking, van tijd tot tijd regen en temperaturen die tegenvallen. graad of tien kan het maximaal worden, maar als het tegen zit, zou het in het zuidoosten van het land wel eens veel kouder kunnen zijn. Met in de vroege ochtend mogelijk een vlokje natte sneeuw. Donderdag, vrijdag, zaterdag, het is en blijft wisselvallig met eh, redelijk frisse temperaturen. Net boven de 10 graden wordt het in het algemeen veel bevolking en van tijd tot tijd valt er regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl